Goedenavond, u kijkt naar een extra nieuwsuitzending van de RTV Oost. U kunt zo dadelijk kijken naar een persconferentie van de gemeente Raalte en het waterschap Groot-Zalland. Rond 5:30 werd hier in het rioolwater een giftige stof aangetroffen. Om welke stof het gaat, dat is nog niet helemaal bekend. Maar politie en de gemeente namen geen enkel risico, hebben een grip 2 situatie afgekondigd. En dat betekent dat een deel van het riool is stilgelegd en dat er geen water meer wordt geloosd in de waterzuiveringsinstallatie. Er zou geen sprake zijn van risicovolle situaties. Nou, de persconferentie staat op het punt van beginnen. En ik geef graag het woord aan de burgemeester Piet Zoon. Ja, dank u wel. Dames en heren, ik heet u allemaal hartelijk welkom bij deze gezamenlijke persconferentie van het waterschap Groot-Zalland en de gemeente Raalte. En samen met de dijkgraaf, de heer Dijk, zal ik u informatie verschaffen over de situatie die vanaf vanmiddag is ontstaan. Er was al een probleem met de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Op basis van persberichten afgelopen week is dat kenbaar gemaakt. En vanmiddag om circa 2:30 werd ik door de dijkgraaf geïnformeerd over het gegeven dat er een serieus probleem was met betrekking tot schadelijke stoffen die in ons rioolstelsel zijn terechtgekomen. Het waterschap is verantwoordelijk voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De gemeente Raalte is uiteraard verantwoordelijk voor het rioleringssysteem. Dat betekent dat het probleem als het ware van de rioolwaterzuiveringsinstallatie naar de gemeente werd geschoven. En dat wij, omdat we hier gezamenlijk zitten, toch zoveel contact met elkaar hebben dat we gezamenlijk in dit dossier zijn opgetrokken. Ik kan u overigens melden dat het probleem waarop wij nader zullen ingaan, grotendeels is getackeld. Je kunt als het ware zeggen, als er een brand is geweest, we geven het zijn brandmeester. Er was een situatie ontstaan waarbij, zeg maar als gevolg van het stopzetten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, het rioleringssysteem, een aantal aanvullende maatregelen behoefde. We hebben het in het gemeentelijk beleidsteam besproken en de allereerste maatregel is geweest het afvoeren van het verontreinigde of vermeende verontreinigde rioolwater ter hoogte van de Zegge. Daarvoor is in samenspraak met het waterschap een tankauto ingezet en die heeft circa 35 kubieke meter rioolwater afgevoerd naar de locatie van het waterschap Groot-Zalland in Kampen. Daarna was het ergste probleem voor dat moment getackeld. Maar er was nog een ander probleem. Ook een groot deel van het rioolwaterstelsel in Raalte werd geblokkeerd als gevolg van een aanname dat er verontreinigingsstoffen in het rioolwater waren. Nadat wij de resultaten van metingen om 6:45, circa 6:45 hebben gekregen, hebben wij in ieder geval de maatregel kunnen nemen dat het overige deel van de gemeente Raalte, wat rechtstreeks aantakt op de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Hondermotsweg, weer normaal in functie kan worden getreden. En dat betekent dat nog een klein deel van het rioolstelsel van de gemeente Raalte mogelijk verontreinigd kan zijn. Maar de situatie op dit moment is niet zo opportun dat daar direct maatregelen noodzakelijk zijn. Maar wel is het zo dat de situatie heel goed op dit moment beheersbaar is en een aantal stappen zijn gezet die het grootste probleem hebben getackeld. Dat is op dit moment even de korte mededeling die ik heb gedaan. En ik kan me voorstellen dat u, omtrent de mate van de verontreiniging, de werkzaamheden van het waterschap, de activiteiten van de gemeente Raalte, een aantal aanvullende vragen heeft. De dijkgraaf en ondergetekenden zijn graag bereid om uw vragen te beantwoorden. Wie van u? U zegt vooraf dat er geen sprake was van gevaarlijke situaties, maar het gaat wel om giftige stoffen. Kunt u daar al iets meer over zeggen? Wat voor stoffen gaat het en wat voor concentraties praten we over? Oké, ik zou graag vragen aan de dijkgraaf, want die beschikt over de gegevens als waterschap, over de resultaten van metingen, om daar een reactie op te geven en mogelijk dat ik aanvullend nog een mededeling aan u heb. Ja, wat wij gemerkt hebben als waterschap is dat de afgelopen weken onze zuiveringsinstallatie hier in Raalte zich merkwaardig gedroeg, zou je kunnen zeggen. Anders gezegd, de bacteriën in de installatie konden niet goed verwerken wat er werd aangeboden.
En er kon maar één conclusie zijn, er komen toxische stoffen binnen. Als je dat weet, weet je nog niet wat er precies binnenkomt. En vervolgens hebben we afgelopen weekend alles op alles gezet om erachter te komen welke stoffen dat zijn. En waar die stoffen vandaan komen. Dat zoeken naar die stoffen, dat is een hele intensieve zoektocht geweest. En die heeft vannacht geleid tot een resultaat, niet zozeer in de zin van welke stoffen dat nou precies zijn, maar wel waar die stoffen vandaan komen. En toen we dat wisten, hebben we vervolgens die streng van het rioolstelsel dichtgezet. De stof zelf, die kunnen we nog steeds niet precies benoemen. We hebben een aantal stoffen ontdekt. Je zou kunnen zeggen, het zijn toxische stoffen, het zijn insecticiden. En die insecticiden, die leiden in elk geval tot het niet meer goed functioneren van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ze vormen geen gevaar voor de volksgezondheid. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is om te weten. Sowieso de weg die die stoffen hebben afgelegd, is een weg binnen het rioolstelsel naar de zuiveringsinstallatie toe. Dus ze zijn niet in aanraking gekomen met mensen, wat dan ook maar. Dus in die zin kunnen we gerust zijn. We hebben dus nu ook afgelopen dag precies weten te lokaliseren waar de stoffen zich wel en waar de stoffen zich niet bevinden. En dat betekent dat we nu ook weer een heel groot gedeelte van het riool kunnen vrijgeven. En dat kan weer gewoon zijn weg vervolgen naar de zuiveringsinstallatie. Een bepaalde streng van het rioolstelsel nog niet. En daar gaan we nu mee aan de slag vannacht om die streng helemaal leeg te halen, helemaal schoon te maken. Het materiaal wat daaruit naar voren komt, wat dus toxisch materiaal bevat, wordt afgevoerd naar Kampen. En dan kan vervolgens morgen kan ook die streng weer gewoon worden ingezet en is eigenlijk de zaak weer opgelost. U zegt dat u ook weet waar die stof vandaan komt. Mm-hmm. Kunt u daar iets meer over zeggen? Ja, die stoffen die komen van een hele specifieke plek. In de buurt van het oude Lindertseweg. BFR? Daar is ook het bedrijf BFR gesitueerd. Ik heb Henk aangesproken en Henk A, de eigenaar van BFR, die zei dat hij inderdaad gedacht heeft. Als Henk A dat tegen u zegt, dan moet u zich vervoegen bij de heer Henk A. Kunt u dat bevestigen? Ik kan het niet bevestigen. Ik heb alleen gezegd dat het ook het bedrijf BFR in de omgeving van de oude Lindertseweg is gesitueerd. Nou, en tot zover deze extra nieuwsuitzending. Wilt u meer weten of updates van het nieuws horen over de situatie in Raalte? Dan zou ik zeggen, kijk op onze website.